zoals jullie zien, we staan bij Big Bazaar en ze hebben vuurwerk. We liepen hier naar binnen en we dachten van, ze hebben waarschijnlijk nog niet. Komen we binnen, hele schappen vol. Hoe ja, ziek man. Is dat? Ze hebben echt superveel. Dus we gaan eerst even die schappen helemaal vullen. We hebben al een mooi karretje gepakt. Ja. Er zit nog allemaal troep in. Kijk, zo doen we dat. Maar ze hebben ook nieuwe dingen, kijk maar. De Star Fountain. We gaan veel kopen, mensen, en we gaan zo meteen ook stoken. Dus... Dit zijn volgens mij echt van die prutdingetjes. Oh ja. Maar ze zijn eerder dan vorig jaar, man. Dit zijn die prutdingen, man. Klopt. Maar ze hebben wel deze, die zijn nieuw. 15 knetterlint en 18 cracking balls. Die waren 3,50 geloof ik. Ja, deze, hè? Nieuw. Ja, dat zijn 22. Het zijn knetterballen. En ze kijken duidelijk of dat de oude zijn. De oude vertrouwde. De nieuwe, want kijk maar. Hier zit zo'n dingetje. Oh, doe maar even. Maar hé, dat ze het nu al hebben, man. Hoeveel gaan we erin slaan, jongen? Ja, die pakketten gaan we er wel wat van halen, denk ik. Vrees ik zo. Laat maar inslaan dan. Ja, ze zeggen gooi maar gewoon lekker voor. Lijkt net pakjes FP3, hè, zijn beter. Ja, man. Zo. Nou. 10 zijn dat er. Keer 2. Die gaat mee. Daar een paar pakjes van. Daar een pakje. Wat is dit? Fountains. Ja, kunnen we er ook wel een aantal van meenemen. Knetterlinten. Die zijn wel kut hier, maar... Maar het zijn wel lekker groot in ieder geval. Tenminste, kijk deze. Hou er uiteraard ook wat. Hoe duur zijn die? Die zijn 3,20 of zo. Maar dan heb je 15 knetterlinten, 18 knetterballen. Hoe is het mogelijk, mensen? We gingen echt voor de grap even naartoe. Blijkt dat ze alles al hebben. Moet je kijken. We hebben een aardig mandje al gevuld. Maar we gaan nog veel meer erin doen. Dus blijf zeker kijken. Want we gaan zo naar locatie. Gaan we het even stoken, man. Zeker. We gaan allemaal opstoken. En dat zien jullie ook volgens mij. Als de Aldi dit jaar ook vroeg begint met verkopen, dan... Maar dan gaan we niet met karretjes. Dan gaan we niet met mandjes. Dan gaan we gewoon met karretjes. Ja, man. Ik zeg je, dan gaan we echt twee karren helemaal vol. Echt, hè? Aldi wordt gek, mensen. Goed gevulde kar, mand. We gaan nog wat stuk 8 bij je gooien, geloof ik. Ja, we gaan zo meteen gelijk even naar locatie. En dan gaan we even dit stoken, man. Daar heb ik wel zin in, om even die nieuwe producten te zien. Ik denk dat dit gewoon die knetterballen zijn, dat er wat meer in zitten. Kijk, 22. Die iets anders zijn dan die andere, maar ik denk het niet. Ik denk dat ze van hetzelfde zijn. Jack de inpakker. Ik zeg eerlijk, ik ben zo slecht in inpakken, jongen. Hier staat ook nog wat allemaal van ons is. En daar staan allemaal dozen, jongens. Met kat 1.4. Hey, hier echt maar in ieder geval. Disco flash achter de kassa. Waar hebben we er maar één van? Oh, die nieuwe. Ja, deze. Oh ja, dat. Ja, deze. Is gewoon om mee te kutten, toch? Die past ook wel in de tas. En dan kunnen we... Deze heeft hij ook gehaald. Naar locatie. Ook een giveaway. Nou, misschien kunnen we wel een giveaway doen, man. We zijn op locatie. Zoals jullie kunnen zien hebben we even alles uitgestald wat we hebben gehaald. Echt een leuk pakketje zo. Ja, 19 pakjes. Aardig wat. 19 pakjes van deze. En we hebben ook een deel... Al binnen voor ja, het stoken in, die binnenkort komt. Ja, dit was een eurotje of 55 of zo. Ja, klopt. Deze zijn nieuw. Deze is nieuw. Dat zijn eigenlijk. Ja. En deze is nieuw. En laten we zien wat daar zit. Zullen we het laten zien aan de kerels? Ja, alvast een aansteekje van Zena. En zo naar Maurice en Patrick. Wat een reclame hier zo. Gekregen op de Zena Trophy. Kijk, gaat die open hoor. Ja, kijk. Nou of de oude of de nieuwe zijn. Knetterballetjes. Het zijn wel lange rommelings steeds. Ja, dinges man, kijk maar. Oh ja. Maar maakt niet uit, dit pakketje is wel te duur hè. 3,50 euro was het. 3,50 euro voor dit. Dus mensen, haal het niet. Haal eerder gewoon zo'n klein kutpakketje. En één zo'n zakje. Met... Als je er twee van deze haalt, dan heb je meer als de tuin. En één zo'n kutpakketje met 8 stuks knetterballen, maar 90 cent hè. Ja. Dat is wel goedkoop. Ja, niet, het zijn geen Aldi, 20 of zo. Het zijn geen Aldi prijzen. Maar het zijn er wel 22. Ik zeg 222. Ja, dat is geen Aldi. Nee. Maar we gaan het even afsteken. En we nemen jullie gewoon mee. Want ik ben benieuwd hoe deze is trouwens. Die nieuwe kutdingen. Dat is volgens mij afgekleed. Iedereen weet wel. Colo dingetje. Kat 1 stelt niet zoveel voor. Volgens mij is dit gewoon een nieuwe omlabeling.
Star Fountain, de enige allereerste. De allereerste. Meest nieuwsgierig naar. De allereerste echte nieuwe. En dit zijn echt grote potten hoor, moet je kijken. Jongens, we gaan ze even afsteken. Ja, ik zou ietsjes verder weg zetten nog. Hoezo? Voor hetzelfde geld vallen die bomen om boven je. Ja? Dan gaan we er heel snel doorheen. Ah, fijn. De nieuwe. Ik ben echt benieuwd. Kijk, dadelijk ontploffen. Je weet van die kat één, hè? Oh, zo. Nice, hè? Nieuwe producten, mensen. Ah ja, het doet nog best lang, hè? Mooi. Nou. Ah, die worden vet op de stoken in zich. Die zijn wel goed, hoor. En je gaat wel een projectje van maken of zo. Ja, daar wordt wel iets nice van. Ja, dat gaan we wel even doen. En dan de oude vertrouwde. Nu raak ik er 2 of 3 naast elkaar van zetten. Hier, deze. Oh ja, dat waren die, ja. Zijn ik dacht inderdaad dat die waren. Hoppa, kijk uit die grillen. Lijkt net Thunder Kings. Met dat voetje. Ja. Met zijn fakkeltje. Oh, 5. Dat was hem al. Volgens mij hoort het 3 keer te fluiten, maar ik weet niet zeker. De volgende kerel. Next. En kijk, dat kleine pakketje. Even naar het pakketje toe, ja. Ja, doe die maar. Grondbloemetjes. Fontaantjes. Ik zou zeggen, stoken even heel het pakketje op. En, moet het goed komen. Yes. Film maar, Mr. Cameraman. Een knetterballetje. Hij weet mijn naam niet meer. Voor de fun. Kijk, let op. Oh, zo. Ja, echt heel hard. Nee man, maar goed. Dit zijn die oude vertrouwde en vorig jaar waren deze er niet, hè? Nee, dit is niet die kleine oude knetterbal. Maar waarom waren ze gewoon nieuw, hè? Oh, daarom waren ze er niet. Even zo meteen alles opruimen. Kijk, en weet je wat wel altijd ziek is? Die grondbloemetjes. Zou je even een hekscreen van maken? Wat dacht je daarvan? Ik wou net zeggen. Oh, even. Ja, dan zou ik het niet hier doen. Dan moeten we weer gaan verhuizen. Nee joh, nee joh. Als je hem even daarop maakt. Nee joh, maakt niet uit. Dat is niet je beste kunst, hè? Dacht ik eindelijk iets gevonden te hebben waar hij goed in was. Nou, even kijken. Aansteken met een piccolo, doe het niet na. Ja, ja, ja. Hé, hey, we moeten uitkijken voor die bladeren, grap. Lekker hoor. Nou. Ja, dat was 3 euro. Ja. Nou, als je veel geld wil, dan doe je dat. Zo, we hebben al gelijk al wat op te ruimen zo. Dat is mooi. We hebben onze taakstraf in ieder geval gehad. Ja. Deze is ook nieuw, de Cracklin Box. Daar zitten 15 knetterlinten in en 18 knetterballen. Stelt ook niet zoveel voor, denk ik. Hier moet je... Liet je daar nou niet in de prullenbak vallen, gek? In ieder geval, we hebben hem weer. Hij is spontaan weer uit de prullenbak gekomen. Er zit een zakje in, moet je kijken. Dit lijkt net zo'n zakje wiet waar het in zit. Nou, ik weet niet wat voor wiet jij haalt, maar... Stel je voor dat het in één keer afgaat. Daarom doen ze dat in dat zakje. Ja, echt. Hè? Maar dan besparen ze op tasjes en plastic en dan doen ze hem in zo'n zakje. Dat soort kleintjes, jongen, zijn afgeknipt. Jezus. Echt zo. Yes. Ah, joh, dit is, weet je wat het is? Het zijn gewoon pakketjes, maar het vuurwerk is niet nieuw. Kijk uit, kijk uit, kijk uit. Komen mensen. Kijk al die vlekken op de vloer, gek. Nee. Niet normaal. Deze worden leuk, hè? Nee. Nou, disco flash. De enige echte flitsjes, jongens. Kijk die rook ook achter je, jongen. Alsof er een kast suikerrookbom is gevallen. Ja. Het wordt ook weer kouder. Dus voordat jullie het weten...
kijken naar mond eraan. Wat de hel? Ze moesten van de disco af, geloof ik. Wat de hel? Wacht even, dat zien ze niet. Check dit. Goed, jongen. Onder. Ja, dat is een mooi beeld. Mensen, voor mensen die epilepsie hebben, doe je ogen dicht. Water in de fik. Ja, dat deed je expres, gek. Dat kan niet anders. Hij is ook gelijk uit. Oh, niet kijken, jongen, ik zweer het. Nog één, hoppa, erbij. Hij al op ketting. Zo. Ongelooflijk. Er gaat een boot. Mensen willen gelijk spontaan de brandweer. Jeppe de pep. Oh, allemaal tegelijk, wat gek. Ze zijn echt harder. 100%. Hè? Nee man, ze zijn zeker harder. Zo! Hoe dan? Je doet gewoon een sessie, ja? Doe sessie. Doe gewoon een sessie. Ja, maar ik mag niet vet zo uiteraard. Ja, gooi maar. Hoppa. Een leuke sessie. Yo. Oh, dat was het. Ja, man. Kunnen we nu beginnen met opruimen? Ja. Even alles netjes in de prullenbak. Hoppa. Gewoon een beetje een grote verpakking weghalen. Lekker bezig. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Laat zeker even in de reacties achter of bij jullie Big Bazaar ook al vuurwerk is. En dan zien we jullie volgende week weer. Later. Zeg later.